Als in 1988 de film Child's Play uitkomt, maken we kennis met een moordlustige pop genaamd Chucky. Een seriemoordenaar wiens geest voortleeft in een stuk kinderspeelgoed. Dit personage zal een prominente rol gaan spelen in de moord op een nog maar 16-jarig meisje. Vandaag vertel ik jullie het vreselijke verhaal van de moord op Suzanne Kepper. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Nog niet doorspoelen, jongens en meisjes, want ik heb echt een hele prangende vraag aan jullie. Deze serie, Misdaad en Make-up, heeft namelijk een wildcard gekregen voor de televisiering, voor de online videoserie 2022. En dat vind ik natuurlijk super vet. Ja, een jury heeft het gewoon echt uitgekozen en nu wil ik er werk van gaan maken ook. Dus als jullie op mij zouden willen stemmen, doe het alsjeblieft. Zou helemaal top zijn. Volgens mij sta ik zelf ook nog op het lijstje voor een andere prijs, maar ik vind online videoserie gewoon fantastisch en ik wil me daar gewoon op focussen. Ik zou het zo vet vinden als we bij die nominaties komen te zitten. En wie weet, die prijs wel gewoon gaan pakken. Dus ga naar het linkje onder in de beschrijving. Vergeet je mailtje niet te verifiëren, anders telt je stem niet mee. Dus als je hebt gestemd, krijg je een e-mail. Die moet je nog eventjes verifiëren. En dan heb je op Misdaad en Make-up gestemd. Ik hoop echt vurig dat jullie mij willen helpen hiermee. En het gaat per e-mailadres, dus misschien heb je wel een reserve e-mailadres of 3. Doe het. Je mag ook best je opa, oma's, tantes, ooms vragen om het te doen. Hè? Dat maakt me allemaal niet uit. Help me! Het zou echt zo leuk zijn als we gewoon bij die laatste 5 horen. Ik vind het feit dat een jury Misdaad en Make-up heeft uitgekozen, dat geeft echt erkenning, hè? Ik word eindelijk een beetje serieus genomen als YouTuber. Het is ook wel eens even schappig. Maar nu gaan we er ook gewoon voor. Dus hopelijk willen jullie meedoen. Maar goed, tot de orde van de dag. Vandaag heb ik een zaak voor jullie en ik wil jullie wederom weer een waarschuwing geven. In dit geval een extra waarschuwing, want dit is een heel heftig verhaal. Onderwerpen zoals marteling, seksueel geweld, moord, alles wat je maar kunt bedenken, alles wat triggerend zou kunnen zijn, dat komt naar voren in dit verhaal. En de details zijn afschuwelijk. Ik heb ontzettend veel moeite gehad met het uitwerken van dit verhaal. Ik ben inmiddels wel wat gewend, maar ja, dit soort zaken probeer ik grotendeels te vermijden. En heel af en toe kies ik er toch voor om het met jullie te delen. Veel van de info die ik vertel in deze video zal gecensureerd zijn, omdat YouTube dit niet toestaat. Dus wil je de ongecensureerde versie nou beluisteren? Dat kan op Moordcast samen met mijn broer. Doe ik dat? Dat host ik met hem. En elke week tegelijkertijd met de video staat er een nieuwe podcastaflevering online exclusief en alleen te beluisteren op Podimo. Ben je nog niet lid? Ga naar podimo.nl/moordkast. Ook het linkje daarvan staat in de beschrijving. Als je daar registreert, krijg je 3 maanden Podimo gratis. Dus zorg ervoor dat je meedoet met die actie en naar onze afleveringen gaat luisteren. Zoals elke week geef ik weer een shout-out weg. Als je een reactie hieronder achterlaat onder hashtag #sonnedie, maak je kans om de shout-out ergens een volgende video van mij te krijgen. En deze week gaat hij naar, I don't know, a username. Hey Dionne, elke week zit ik weer samen met mijn moeder naar Misdaad en Make-up te kijken. We houden allebei zo erg van deze serie en jeetje, wat is dit verhaal heftig zeg. Mijn ma zei gelijk tegen me, jij gaat morgen niet stappen met vriendinnen. Oh, ik snap dat wel. Ik heb dat dus af en toe ook, dat ik echt gelijk van het ergste uitga. Ik zat laatst in de Vogelrok en ik moest aan Action Park denken. Dus ik dacht gelijk aan dat mijn karretje los zou laten. En in de Vogelrok is het ook nog pikdonker, want het is een achtbaan in het donker. En ineens haalde ik het in mijn hoofd. Ik denk, mijn karretje schiet eruit. Meest gekke gedachten. Dat gebeurt nou eenmaal als je vaak over dit soort onderwerpen praat. Ja, af en toe stijgt het me wel naar het hoofd. Maar goed, jongens, hou je hoofd vooral cool, hè? Uitgaan moet ook gewoon kunnen. Het is niet de bedoeling dat we met z'n allen in angst gaan leven. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn tweede kanaal Onnestream. Elke zondag stream ik daar horror games. Aankomende zondag ben ik er alleen even niet, want ik ga naar Lowlands.
Hè, dat moet ook gebeuren. Dus ja, de zondag erop ben ik weer om 7:00 in de avond. En dan spelen we weer wat. Ik heb super gezellige interactie met jullie. Ik vind dat echt ontzettend leuk om te doen. Dus zorg ervoor dat je op Onderstream abonneert. youtube.com/onderstream. En hopelijk zie ik jullie een keertje daar live. Nou, eventjes de disclaimer. Ik heb jullie al gewaarschuwd. Dit is gewoon een hele pittige zaak. Details zijn vreselijk. Houd daar rekening mee. Het is daarbij niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. Mochten deze onderwerpen je nou triggeren, klik deze video dan weg. En alle informatie die ik jullie geef is informatie die ik gevonden heb op het internet, gezien heb in documentaires. Ik heb het gebundeld tot één duidelijk verhaal voor jullie. Nou, kijk eens wie jullie ook even gedag wil zeggen. Dus, zijn jullie inmiddels klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal van Suzanne Kepper. Het verhaal van vandaag gaat over een 16-jarig meisje genaamd Suzanne Jane Kepper. Ze wordt geboren in 1976 en groeit op in Manchester en dat ligt in Engeland. Suzanne heeft nog een oudere zus genaamd Michelle en een broer genaamd John. Haar moeder is Elizabeth Dunbar en ze heeft haar biologische vader helaas nooit leren kennen. Vlak voor haar geboorte is hij hem gewoon letterlijk gesmeerd. Die vertrok met de noorderzon. Toch heeft Suzanne een vaderfiguur in haar leven, namelijk haar stiefvader, want moeder Elizabeth hertrouwt met ene John Kepper. Nou, je hoort het al, de achternaam Kepper. Suzanne neemt ook echt zijn achternaam aan. Toch gaat dat huwelijk niet heel erg goed en daar is Suzanne de dupe van. Er is ontzettend vaak ruzie en chaos daar thuis. Ja, en de aandacht gaat niet per se naar de kids. Het gaat vooral naar de relatie, de issues, de ruzies die ze daar thuis hebben. Dus ja, daar waar Suzanne eerder al in de steek gelaten is door haar biologische vader, groeit ze ook niet echt op in een warme omgeving. Een warm thuis heeft ze nooit gehad. Als Suzanne 14 jaar oud is, scheiden haar ouders. Dus stiefvader en moeder gaan uit elkaar. En tot overmaat van ramp wordt het meisje wederom weer in de steek gelaten. Want haar moeder vertrekt. Ze laat de kinderen achter. Dit keer is het moeder, de biologische moeder, die haar biezen pakt en het gezin verlaat. Nou, dat moet toch een vreselijk gevoel geven, hè? Suzanne is opgevoed met alleen maar onzekerheid. Alleen maar mensen die haar in de steek laten. En dat ging haar niet in de koude kleren zitten. Ze voelt zich vaak ontzettend alleen en eenzaam. Ze snakt naar hechting, naar liefde. En dat is iets wat ze nooit in haar leven heeft gekend. En dat maakt het meisje ook ontzettend beïnvloedbaar. He, iedereen die haar ook maar een beetje aandacht gaf, daar stelde ze zich voor open. Ondanks alle ellende die Suzanne meemaakt, blijft ze zo vriendelijk voor iedereen. Ze heeft een heel zachtaardig, zorgzaam karakter. En ze had gewoon die pure onschuld over haar heen. Zij deed echt geen vlieg kwaad. Ja, zoals ik al zei, ze was helaas ook wat naïef. Extreem gevoelig voor kleine beetjes aandacht, hè. Zij zocht gewoon iets waar ze aansluiting bij kon vinden. Na die scheiding heeft ze zelfs geen vast huisadres. Ik las dat ze nog heel even in de jeugdzorg terecht was gekomen, maar daar kon ik niet heel veel over vinden. Maar grotendeels verbleef ze soms bij haar stiefvader, dan weer een nachtje bij de moeder. Ook bij familie en vrienden, dat ze op de bank sliep. Ze had geen vaste thuisbasis, geen vast huisadres. En dit gaat zo'n beetje 2 jaar lang door. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je 2 jaar lang gewoon hier en daar bij mensen logeert. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. He? Je hebt niet je eigen plek, je eigen kamertje waar je kan terugtrekken met je eigen spullen. Je leeft gewoon constant vanuit een koffer en niemand die zijn deuren openzet voor je. Nou, dat gaat dus 2 jaar lang zo door. Dus dan is ze 16. En dan komt ze in aanraking met een oud bekende van haar. Nou, dit kwam als volgt tot stand. Suzanne liep gewoon buiten en ze zag ineens een jongen aan de kant zitten aan de weg. En die jongen zag er een beetje verdrietig uit. Het was een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd als Suzanne. Nou, die jongen was 16 jaar oud en zijn naam was Clifford Book. Nou, Suzanne, met haar zachtaardige karakter, wilde gewoon even checken of hij oké was.
Dus zij loopt naar hem toe. Ze gaat eventjes bij hem zitten van, joh, ja, hoe gaat het? Is alles oké? Hij had schijnbaar wat liefdesverdriet, ruzie met zijn vriendinnetje. Ja, het ging niet zo lekker met hem. En zij was zo lief hem, ja, een luisterend oor te bieden. Deze Clifford Pook, dat bleek dus het broertje te zijn van een oude oppas van Suzanne. En dit is een vrouw genaamd Jean Powell. En door middel van Clifford Pook komt Suzanne weer in contact met haar oude oppas. Nou, dit is dus de 26-jarige Jean Powell. En zij kennen elkaar al 10 jaar. En ze schelen ook 10 jaar. Dus op het moment dat Jean op Suzanne paste, was Suzanne 6 jaar oud en zij was 16. En nu is zij 26 en is zij 16. Dus ja, het is nogal een leeftijdsverschil, maar desalniettemin bouwen ze een vriendschap met elkaar op. Suzanne blijft daar ook op een gegeven moment vaak logeren, maar dat was niet bepaald ideaal te noemen. Jean Powell woonde namelijk in een huis op Longworthy Road, nummer 97. En ik heb wat plaatjes voor jullie. En zoals je ziet, het is een oud en vervallen woning. Het is klein. Het was een tussenwoning, echt piepklein. Zeker als je nagaat dat Jean Powell 3 kinderen heeft. Die vriendschap tussen Jean en Suzanne heeft een iets wat gekke verhouding. Op z'n zachtst gezegd. Je kunt je voorstellen, zo'n kwetsbaar meisje die kijkt erg op tegen iemand die 10 jaar ouder is. En Jean was er nu voor haar. De deur stond daar voor Suzanne open. En dat was een heel prettig gevoel. En zij had er alles voor over om erbij te horen. Ja, dit gaf haar gewoon een gevoel van acceptatie, hè, voor het eerst in haar leven. En dit moest Suzanne koste wat het kost in stand houden. Dus zij deed alles voor Jean. Nou, en Jean maakt hier volop gebruik van, of laten we zeggen, ze maakt er misbruik van. In Jean's ogen is Suzanne niet meer en niet minder dan handig. Als extra hulp in het huishouden, als gratis oppas. Het was geen lekkere dame, hè? Op het begin denk je nog, nou, heel lief dat je dat meisje onder je hoede neemt. Maar zo was het helemaal niet. Ze deed het alleen maar voor haar eigen gewin. Vanaf dit punt begint Suzanne ook van school te spijbelen, want ze moet constant oppassen op die kinderen. Jean Powell verwacht dat Suzanne dag in dag uit klaarstaat. En school, dat past niet meer in het schema. Het gaat zelfs zo ver dat Jean Powell het meisje dwingt om te gaan werken bij een schoonmaakbedrijf, zodat ze echt daadwerkelijk geld in het laadje brengt. En bijna al haar geld moet ze afstaan aan Jean. Ze mag 5 pond per week houden. Nou ja, dat is 5 euro. Ik kreeg vroeger 5 euro zakgeld toen ik 12 was. Nou, en het meisje werkte zich uit de naad. Ze deed het met alle liefde ook. Dat is zo sneu. De oudere zus van Suzanne, Michelle, die heeft ook nog heel eventjes bij Jean Powell thuis gewoond. Maar zij haakt af zodra er een nieuwe huisgenoot bij komt. Of laten we zeggen huisgenoten. Het is de 24-jarige Bernadette McNeely met haar 3 kinderen. Bernadette is een verslaafde, hè? Verslaafd aan verdovende middelen, 3 kleine kindjes. En het gekke is, zij woont daar al in de straat. Zij woont ook op Longworthy Road. Jean woont op nummer 97, zij op 91. En dat is echt maar 3 huizen van elkaar af. Dus ze zijn al praktisch buurvrouwen van elkaar. Waarom ze dat deden, ik weet het niet. Misschien om kosten te besparen. 2 moeders, 6 kinderen, dan ook nog 2 tieners die daar op de bank crashen. In een piepklein huisje. Het moet 1 grote chaos geweest zijn. En dat niet alleen. Er vonden nogal wat shady zaakjes plaats daar. In en rondom het huis van Jean Powell. Het was een plek waar veel criminele activiteiten plaatsvonden. Denk aan dealen, hè? We weten allemaal waarin. Er werden ook hele wilde feestjes gehouden. Bepaalde specifieke feestjes waarin 1 bepaalde handeling centraal stond. Het is een handeling wat veel mannen en vrouwen met elkaar doen als ze het heel leuk met elkaar hebben. Nou, verzin iets in de reacties hoe ik het voortaan kan noemen zonder dat het bam dat ene woord is. Je snapt wel wat ik bedoel. Verder werd er ook
illegaal gehandeld in auto-onderdelen en auto's. Werden auto's gestolen en die werden doorverkocht. En dat vond allemaal plaats, die transacties, in dat huis. Daarbij was het ontzettend smerig. Het was een hotspot voor verslaafden. En dan hebben we al twee moeders, 6 kinderen, Suzanne en Michelle die daar wonen. En dan ook nog al deze ongure types over de vloer. Het is echt ontzettend heftig. Dat huis zat vol. Verslaafden, criminelen, er liepen kleine kinderen rond. Ja, dit is een vreselijke omgeving geweest. Ook de buren daar hadden het niet zo met Jean Powell en haar vrienden. Er was ontzettend veel ruzie daar. Er vonden niet alleen woordenwisselingen plaats, maar er kwam regelmatig geweld bij kijken. Nou, ik had het net over Michelle, hè, die daar ook woonde met haar zus Suzanne. En Michelle die had er op een gegeven moment tabak van. Die vond de mensen die daar over de vloer kwamen, alles wat daar gebeurde, daar stond ze gewoon totaal niet achter. En ja, zij verliet na 2 maanden het huis. Vind ik nog steeds lang hoor, dat je dat volhoudt. Michelle vond Bernadette ook niet zo leuk, geloof ik. Dus ze had zoiets van, joh, ik pak mijn spullen en ik ga er vandoor. En Suzanne, haar zusje, bleef daarachter. Michelle en de stiefvader van Suzanne hebben Suzanne nog wel gewaarschuwd. Hè? Van joh, dit zijn niet per se de mensen met wie je wil omgaan. Ja, zorg ervoor dat je daar weggaat. Maar Suzanne wilde daar gewoon echt niet weg. Ze had voor het eerst in haar leven het gevoel ergens bij te horen. En dat terwijl Jean Powell en Bernadette McNeely helemaal niet aardig voor haar waren. Integendeel zelfs. Suzanne werd dagelijks door ze getreiterd, gepest. Dag in dag uit werd ze beledigd. En ze werd zelfs mishandeld. Ze zat ontzettend vaak onder de blauwe plekken, onder de schrammen. Ze gebruikte ook gewoon geweld, hè, tegenover dat lieve meisje wat alles voor ze over had. Ze werd gewoon zo hard gebruikt. En voor Bernadette en Jean was het een machtsspelletje. En ondanks alles was Suzanne daar om ze in alles te pleasen. Ongelooflijk. Het is gewoon zo triest, want Suzanne kwam exact de mensen tegen, ja, die ze niet moest tegenkomen. Jean en Bernadette waren gewoon echt kwaadaardig. Dat waren gewoon slechte mensen die een 16-jarig meisje mishandelden en manipuleerden. En Suzanne was daar niet tegen opgewassen. Ze was niet eens bang, hè, voor ze. Ze was niet bang voor de klappen. Alsnog was ze ertoe bereid alles te doen. Het is ontzettend triest dat Suzanne dat gedrag, ja, beschouwt als een uiting van liefde. Negatieve aandacht is misschien ook aandacht. En in dit geval was zij daar slachtoffer van. Nou, ik zei het net al, dat huis dat werd bezocht door ongure types. Elke dag. Het was echt een hotspot. En een paar van deze mensen, het zijn toevallig allemaal mannen, gaan een prominente rol spelen in dit verhaal. En ik wil ze even allemaal langsgaan met jullie. Deze mannen, deze jongens, kwamen bijna permanent over de vloer daar. Eén nog meer dan de ander. Sommigen woonden daar ook praktisch. God mag weten waar, hè? Hebben ze nog een schuur over? Kamperen ze in de tuin? Ik weet het niet. Je zou zeggen, er is geen plek meer. Maar toch wisten ze het voor elkaar te krijgen. Ik moet er niet aan denken. Ik vind huisgenoten op zich al wel lastig. Maar stel je voor dat elke kamer bezet is met, ja, 3 mensen per kamer. Ik zou gek worden. Helemaal gek. Als eerst Clifford Pook. Nou, Clifford is dus het broertje van Jean Powell. Die hebben we eerder in dit verhaal voorbij zien komen. Suzanne kent hem ook al eerder van dat ene gesprekje daar. Toen hij daar huilend aan een weggetje zat. Ik heb ook nog ergens gelezen dat hij iets met Suzanne kreeg. Maar dat werd niet per se geverifieerd. Dus ik weet niet precies of dat waar is. Maar goed, Clifford Pook. 17 jaar. Prominente rol. En die moeten jullie goed onthouden. Volgende in dit verhaal, dat is een oudere man. Het is de ex-man van Jean Powell, genaamd Glyn Powell. Hij was 28, ondanks dat het exen van elkaar zijn. Hebben ze nog wel heel veel fun met elkaar, met name tussen de lakens. En dit was trouwens geen frisse jongen ook hoor. Helemaal niet zelfs. Hij is al eerder in aanraking gekomen met politie en justitie. Had al eerder inbraken gepleegd, diefstallen. Hij was ook aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Dan hebben we nog, vind ik de meest bizarre van dit verhaal, Anthony Dodson. Hij was pas 16 jaar oud.
En hij had een relatie met Bernadette McNeely. Zij was 24. Wat een types, hè? Nou, deze Anthony Dudson en Bernadette deelden ook de lakens met elkaar. Maar dat niet alleen. Anthony werd ook regelmatig uitgeleend aan Jean Powell. Dus er vond een heleboel kruisbestuiving plaats. Dat is een goed woord, kruisbestuiving. Maar hoe bizar is het? We hebben het hier over een jongen van 16 jaar... die seksuele relaties onderhoudt met twee veel te oude vrouwen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar dat wat ik ervan heb vernomen, werd hij vooral wel gebruikt voor de daad, hè? Het is echt verschrikkelijk voor woorden. We weten dat die vrouwen extreem manipulatief zijn. Een jochie van 16. Ik weet niet precies wat zijn achtergrond is, hoe hij daar terecht is gekomen. Waar zijn ouders bijvoorbeeld op verzorgers zijn in dit verhaal. Maar ik vind het wel echt een heel schrijnend geval. Het begint nu al een pittig verhaal te worden. En dan als laatste, de vierde man in dit verhaal was Jeffrey Lee. 27 jaar oud, ook geen hele prettige kerel. Hij had zelfs een oud vrouwtje van in de 80 mishandeld in het verleden. Haar bestolen. Ja, het zegt maar weer een hoop over zijn karakter. En ook hij hield er een relatie tussen de lakens op na met Jean Powell. Zoals ik zei, veel kruisbestuiving. Het ging er in ieder geval wild aan toe in huizen Powell, kun je wel stellen. Holy shit. Nou, in ieder geval, deze mannen komen daar regelmatig over de vloer. En kennen Suzanne ook. Maar ook zij gaan precies hetzelfde met het meisje om. Ze treiteren haar, beledigen haar. Ze schoppen en slaan haar regelmatig. Ze wordt echt behandeld als vuil. Ook door die mannen, eigenlijk die hele groep. Hè? Die hebben het op Suzanne voorzien. Ze lijkt daar gewoon wel puur te zijn om hun frustratie op bot te vieren. Nou, na echt een ontzettend lange tijd gekleineerd te zijn, maakt Suzanne toch de beslissing om daar weg te willen. Het is op een gegeven moment toch genoeg voor haar. Het is dan november 1992 als ze een bezoekje brengt bij haar moeder op werk. Dat deed ze trouwens vaker. Ze had nog wel gewoon contact, hè, met haar stiefvader en met haar moeder. Dus ze gaat daar af en toe eens langs bij haar op werk. Kletsen ze wat en zo ook op deze novemberdag in 1992. Suzanne heeft een enorme blauwe plek op het gezicht. En trouwens overal op het lichaam heeft ze schrammen. Blauwe plekken. Ze ziet er niet goed uit. Nou, die moeder vraagt een beetje als grapje waar ze dat vandaan heeft. Heeft ze er misschien gevochten met een jongen? Ha ha ha. Mega grappig. Ze nam het niet echt serieus. Waarop Suzanne haar schouders ophaalt en op de man afvraagt aan haar moeder of ze daar kan komen wonen. Ze zou dolgraag weer bij haar moeder intrekken. Maar voor moeders komt dit niet zo lekker uit. Ze had net een nieuwe relatie. Ze was net die week verhuisd naar een flatje. En ze had op dit moment gewoon geen geschikte ruimte voor Suzanne. Maar die ruimte zou ze wel vrij gaan maken en voor haar inrichten. Het zal alleen wel een paar weken duren voordat alles klaar is. Ze spreken een datum af op 24 december. Met kerstavond mag Suzanne terugkomen bij haar moeder en dan krijgt ze haar eigen kamertje. Dus het wordt wel geregeld, alleen niet meteen. Het is in ieder geval vooruitgang. Super knap dat Suzanne ervoor heeft gekozen om die toxische omgeving achter zich te laten en daar weg te willen. Hè? Dat vind ik echt ontzettend knap. Dat klinkt raar. Zeker als je slecht wordt behandeld, maar dat kan juist ook heel verslavend zijn. Als iemand je wel weer een beetje liefde geeft en je dan weer kleineert. Dat je verslaafd raakt aan die hele heftige ups en downs. En ik kan me voorstellen, gezien de geschiedenis van Suzanne Kepper, dat dat wellicht het geval voor haar is geweest. Dat zij zo afhankelijk was van die goede, liefdevolle momentjes. Dus het is echt niet makkelijk voor haar geweest om die stap te nemen. Ze kan dus niet meteen bij haar moeder terecht. Dat is natuurlijk wel gewoon even ontzettend balen, maar tot die tijd mag ze intrekken bij haar stiefvader. Godzijdank. Maar in de tussentijd kookt Jean Powell van woede. Zij is haar vaste hulp kwijt. Ze kan haar frustratie niet meer botvieren.
Het feit dat Suzanne vertrokken is, maakt haar ontzettend pissig. En de rest van de groep ook. Ze stoken elkaar op. Alles wat daar fout gaat in huis is de schuld van Suzanne. Die woede bereikt al helemaal een kookpunt wanneer Jean Powell, Bernadette McNeely, Glyn Powell, de ex-man van Jean, en de 16-jarige Anthony Dodson alle vier platjes oplopen. Platjes, weet je wel, is een SOA. Daar is lichamelijk contact voor nodig. En lichamelijk contact, we weten inmiddels dat dat rijkelijk aanwezig was. Maar toch wisten ze de schuld te schuiven op Suzanne. Suzanne sliep namelijk af en toe in het bed, op het matras waar zij op sliepen. En dit moest de absolute reden wel zijn. Het kan niet anders dan dat dit van Suzanne is. Echt helder waren deze mensen niet. Maar dit slaat toch wel alles. Zo loop je helemaal geen platjes op. Ik heb er geen ervaring mee. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar als je kijkt naar hoe zij met elkaar omgingen, hè, hoe vrij het daar was, wat helemaal prima is, lekker doen wat je wil, dan zou het je niet moeten verbazen dat je iets oploopt daar beneden. Maar goed, wederom. Suzanne is de zondebok en dat zal ze altijd zijn. Op een gegeven moment was de hele groep ervan overtuigd dat Suzanne degene was die de platjes had doorgegeven. En het konden ze niet zomaar over hun kant laten gaan. Dus ze verzinnen een wraakplan. Een zeer sadistisch wraakplan. Op 7 december 1992 bezoeken de twee vrouwen, Jean en Bernadette, het huis van de stiefvader van Suzanne. Dus daar waar Suzanne nu logeerde. Ze kloppen aan. Suzanne doet de deur open. En daar staan ineens Jean Powell en Bernadette McNeely. Zij komen met een heel interessant verhaal. Er is namelijk een hele knappe jongen die Suzanne wel ziet zitten en haar dolgraag zou willen ontmoeten. En hij wacht daar in het huis. En Suzanne hoeft alleen maar even mee te gaan, hè, om deze jongen te ontmoeten. Ja, en Suzanne, haar lieve, zachtaardige, naïeve karakter, stemt ermee in en loopt met de twee vrouwen mee. Ze komen daaraan bij het huis van Jean Powell. En zodra Suzanne haar eerste stap binnenzet, wordt ze overmeesterd. Ze wordt vastgegrepen door Anthony Dodson en Glyn Powell, dus 16-jarige jongen en de 28-jarige ex. En het eerste wat ze doen is al haar lichaamshaar afscheren. Dus haar hoofdhaar en letterlijk haar wenkbrauwen en alles wat hier zit, het schaamhaar, okselhaar, alles moet eraf. Omdat ze er natuurlijk van overtuigd zijn dat zij hen platjes heeft gegeven. Maar ook gewoon het haar op haar hoofd. Het meisje had prachtig, mooi, dik, krullend haar, hè? Dat moet zo ontzettend vernederend zijn geweest. Daarna wordt het meisje gedwongen het haar zelf van de grond op te rapen en moet ze het opruimen. Daarna kreeg het meisje een zak over haar hoofd en wordt ze continu heen en weer geduwd, tegen haar hoofd geslagen. Ze is gedesoriënteerd, ze is ontzettend bang. En ze beginnen het meisje te schoppen en te slaan met alles wat ze in het huis kunnen vinden. Echt alle voorwerpen die ze tegenkomen, daar slaan ze Suzanne mee. Riemen, de gespen van de riemen. Ze hadden op een gegeven moment ook twee van die houten ornamenten aan de muur hangen. Een hele grote houten vork, geloof ik. Daar mishandelen ze Suzanne ook mee. En ze lijken daar echt ontzettend veel plezier uit te halen. Ze lachen met elkaar. Ze lachen ook Suzanne uit. Het is echt een verschrikkelijk tafereel. Op een gegeven moment ligt Suzanne ook in de foetushouding op de grond. Ze blijven haar maar schoppen. En dit gaat zo ver dat ik las dat 1 of 2 van haar armen op een gegeven moment waren gebroken. En die kon ze ook niet meer optillen. Dus daar heeft ze nooit meer wat mee kunnen doen. Dus het was echt ontzettend heftig, ernstig. En ze gingen heel ver met haar. Bernadette sloot die nacht Suzanne op in hun kast beneden. Maar daar had het meisje de hele nacht om hulp geroepen en gehuild. En ze hadden 6 kinderen in huis. En die 6 kinderen werden er ontzettend bang van. Daarom besluiten ze Suzanne de volgende ochtend te verplaatsen naar een plek waar niemand haar zal horen en waar ze vrij spel zullen hebben. Het oude huis van Bernadette McNeely, op nummer 91, een paar huizen verderop, stond nog leeg. Ze kon daar nog naar binnen.
Ze brengen Suzanne daar naartoe, naar een slaapkamer boven. Daar hadden ze een stretcher omgekeerd met de lattenbodem bovenop. En daar binden ze Suzanne aan vast met kettingen en elektriciteitssnoeren. Dit met haar armen en haar benen gespreid. Het is echt een grote nachtmerrie. Ze kon geen kant op. En die hele groep had het op haar voorzien, hè? Twee vrouwen en de vier mannen zullen haar vanaf hier dagenlang blootstellen aan de meest verschrikkelijke martelingen. Ik word hier dus echt ontzettend, ontzettend naar van. Ze knevelen het meisje, dus ze stoppen een sok in haar mond zodat ze geen geluid kan maken. Het kan natuurlijk nog steeds zo zijn dat de buren haar horen. Dat kan niet gebeuren. Uiteindelijk heeft ze 5 dagen lang op die lattenbodem gelegen, zonder eten, zonder drinken. Ze mocht ook niet naar de wc, dus ja, ze werd niet losgemaakt. Dus ze lag op een gegeven moment in haar eigen uitwerpselen. Het is heel, heel, heel erg vernederend geweest. Ze maken haar leven echt tot een regelrechte hel. Ze injecteerde het meisje met drugs, amfetamine. Dit met als reden zodat Suzanne niet in slaap zou vallen. Ze moest zoveel mogelijk van de martelingen meekrijgen en slapen. Dat mocht zij niet. Daarbij nam de groep zelf ook de middelen, zodat ze ook dag en nacht wakker bleven, om alles, al hun frustratie, al hun woede op haar te botvieren. Ze werd constant geslagen, mishandeld. Ze werd geschopt, ze brandde sigarettenpeuken op haar uit. En de groep, en met name Bernadette McNeely, was geïnspireerd geraakt door de film Child's Play, door Chucky. Die hele groep was onder invloed. En ze verzonnen de gekste, meest extreme dingen. En ik denk dat dit hetgene is wat ik nog het meest bizar vond, waar ik echt kippenvel van kreeg, is dat Suzanne een koptelefoon op haar hoofd kreeg, dag en nacht, met 1 bepaald specifiek nummer op repeat. Het is een nummer van 150 volt. Het is een rave-nummer met fragmenten van de film Child's Play. Je hoort Chucky's stem, je hoort een kinderstem zeggen: "Hi, I'm Chucky, wanna play." En ik heb dat nummer geluisterd. En ik kan me niet indenken hoe dit meisje zich moet hebben gevoeld. Ze is onder invloed, hè? Ze moet ontzettend angstig zijn geweest. Extra angstig ook nog omdat ze iets geïnjecteerd heeft gekregen. Die mensen doen haar de meest verschrikkelijke dingen aan. Dan krijg je ook nog eens een koptelefoon op je hoofd met die intense muziek. Op vol volume blaast het in je oor. Het voelt aan alle kanten zo demonisch. Het is, ja, ik kan het gewoon niet in woorden omschrijven. Dit is gewoon beestachtig, onmenselijk. Hoe kun je zoiets iemand aandoen? En dan nog ook zo'n lief grietje, hè, die eigenlijk alles voor ze wilde doen. Altijd het beste met ze voor had. Nou, je kunt je voorstellen dat Suzanne op een gegeven moment helemaal knettergek werd van het nummer. Van de stem van Chucky in haar oren. Ik zal jullie trouwens een klein fragmentje laten horen. En zoals je hoort, het is ontzettend intens. En Suzanne bleef die stem van Chucky maar in haar hoofd horen. En Bernadette, dat scheen dus de allerergste nog te zijn van de groep. Die twee vrouwen, Jean Powell en Bernadette, waren een beetje de leiders, hè, van de groep. Zij waren echt verantwoordelijk voor de meeste martelingen, voor de meeste mishandelingen richting Suzanne. En dan kwam Bernadette de kamer binnen als ze weer van plan was iets met Suzanne te doen. En dan begon ze altijd met de quote uit het nummer: "Hi, I'm Chucky, wanna play." En dat was een trigger voor Suzanne om helemaal in paniek te raken. Dan schreeuwde ze de boel bij elkaar, begon ze te huilen. Die quote associeert zij vanaf nu natuurlijk met een heleboel ellende. En ja, dit nummer, die quote, was zo onder haar huid gaan zitten. En dan ook nog in combinatie nogmaals met die drugs in haar lijf. Verschrikkelijk. Dat meisje wordt echt keer op keer door mensen in de steek gelaten, pijn gedaan. Het zit eigenlijk nooit mee, hè, met haar.
En Chucky was met name voor Bernadette McNeely een grote inspiratiebron. Ze bleef die quotes maar roepen, ook richting de rest van de groep. Ze voelde zich Chucky en ja, ik denk dat ze gewoon iets te vaak naar die film heeft gekeken. Ben je gewoon echt knettergek geworden. Nou, na een paar dagen niet gewassen te zijn, begon die kamer natuurlijk behoorlijk een geur af te geven. Dit is iets waar de groep niet tegen kon. Dit is ook wederom de schuld van Suzanne, hè? Dat ze in haar eigen uitwerpselen ligt. En dan maakt ze haar los en doen ze het meisje in bad. Een bad met pure bleek. Dus die badkuip hadden ze gevuld met ontsmettingsmiddel, pure bleek, niks aangelengd. En dat bijt verschrikkelijk in je huid. Dat is echt ontzettend pijnlijk. En daar moest Suzanne dus in gaan zitten. Met alle verwondingen die ze al had opgelopen. En dan werd ze ook nog eens geschropt met een grove tuinborstel. En dat ging dus zo ver dat haar huid los begon te laten. Op een gegeven moment is het ook het broertje van Jean, hè, de Clifford Boek, waar Suzanne eerder al zo ontzettend lief voor is geweest, die hem wilde troosten toen hij huilend aan het weggetje zat. Ja, die haar ook echt iets vreselijks aandoet. Hij pakt een tang, trekt haar voortanden eruit. Er zijn ook nog een paar tanden uitgeslagen. Die jongen is 17. Hoe kan het dat al deze mensen ertoe in staat zijn zo'n onschuldig lief jong meisje zoiets aan te doen? Ik blijf me verbazen. Het meisje heeft bijna een week lang in ondraaglijke pijn en angst geleefd. Ze is uitgehongerd, uitgedroogd, ernstig verzwakt en heeft gewoon 5 dagen lang geen moment geslapen. Ook dat nog. Intussen maken de stiefvader en de zus van Suzanne zich ernstig zorgen. Het is al een hele tijd geleden dat ze iets van zichzelf liet horen. Normaal kwam ze regelmatig langs. Maar nu al een week, hè, dat ze niks heeft laten weten, dat is niks voor haar. Duurt nu wel heel erg lang. We weten dat ze bij stiefvader logeerde. Misschien wel vaker plotseling weg. Dus dat was ook gewoon niet per se meteen iets geks. Nou, ook zus Michelle, hè, die gaat op zoek naar haar. En die benadert Jean Powell van, joh, heb jij mijn zusje gezien? Waar is Suzanne? Jean Powell beweert van niks te weten. En dan geeft Michelle door dat ze haar spoedig als vermist zullen opgeven als ze niet heel snel opduikt. En dan ontstaat er toch een beetje paniek. Jean Powell bespreekt dit met de groep, hè. En ze besluiten dat ze zo snel mogelijk van Suzanne Kepper af moeten zien te komen. Ze zijn ontzettend bang dat ze worden ontdekt, dus er zit maar 1 ding op. Suzanne Kepper moet dood van de groep. Het is niet de bedoeling dat zij haar mond opentrekt. Zij kan dit niet overleven. Op de vroege ochtend van 14 december 1992 stappen Jean Powell, Bernadette McNeely, Anthony Dudson en Glyn Powell in een oude Fiat Panda. Ze rijden naar een afgelegen plek, een soort natuurgebied. En Suzanne ligt in de kofferbak van de auto. En eenmaal daar aangekomen duwen ze haar het voertuig uit. Ja, ze valt meteen neer. Ze is zo verzwakt. En dan rolt ze meteen een dijkje af. Of in ieder geval een ophoging. Het is vrij diep. Het meisje is helemaal niet meer in staat om bijvoorbeeld weg te rennen. Of omhoog te komen. Het is eigenlijk al een wonder dat ze leeft. En ze is totaal niet meer in staat om te bewegen. Dan loopt Bernadette op haar af. Met een jerrycan vol met benzine. En begint dit over Suzanne heen te gooien. En vervolgens probeert de groep dit te ontsteken, maar dit lukt niet. Ze doen 3 pogingen die mislukken. Moet je nagaan, je bent gewoon aan het wachten op je dood. Je bent net overgoten met benzine, hè? Je weet wat er komen gaat. En dat, ja, laat dan keer op zich wachten. Dat op zich is opnieuw een enorme marteling geweest. Uiteindelijk weten ze toch voor elkaar te krijgen de benzine aan te steken. En Suzanne gaat letterlijk in vlammen op. En het is wederom weer walgelijk. Deze groep heeft iets met liedjes. Maar ze lachen erom, maken er grapjes over. En als ze het meisje daar brandend achterlaten, lopen ze weg. Terwijl ze Burn Baby Burn zingen. Alsof een mensenleven geen moer
waard is. Ze hebben zojuist iets verschrikkelijks gedaan. Het boeit ze totaal niet. Nou, de vier vertrekken. Onderweg kopen ze een fles drank. Om het te vieren komen ze thuis aan en proosten ze op de dood van Suzanne. Maar ze hebben het meisje zwaar onderschat. Wonder boven wonder overleeft Suzanne de brand. Dat ze al überhaupt die martelingen heeft overleefd bijna een week lang. En dat ze nu ook nog letterlijk levend is verbrand. En nog steeds het weet te overleven. Het is echt ongelooflijk. Ze weet op een gegeven moment zelfs die dijk op te klimmen, die ophoging. Ze verzamelt letterlijk alle kracht in haar. Ze is voor 80% verbrand. Ze is in helse pijn. Ja, hoe sterk is zij dat ze dat nog voor elkaar heeft gekregen? Ze weet op een gegeven moment naar de hoofdweg te lopen. En daar houdt ze iemand aan. Het is een man die onderweg is naar zijn werk. Ja, en die het meisje te hulp schiet. Ze rijden samen naar het dichtstbijzijnde huis, waar ze dus de alarmdiensten bellen. Hè. Er waren nog geen mobiele telefoons begin jaren 90. Dus dat ging nog allemaal via de vaste lijn. En daar weten ze gelukkig contact op te nemen met de autoriteiten. En het meisje wordt opgehaald per ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Suzanne was er zo slecht aan toe dat haar familieleden, haar moeder, haar stiefvader, haar zus, die herkenden haar niet eens meer. Ik bedoel, haar haar was afgeschoren, ze had geen tanden meer. Ze zat voor 80% onder de brandwonden. Ze was totaal niet meer herkenbaar. Helaas mocht het toch niet baten voor Suzanne, hoe sterk ze ook was. Ze overlijdt helaas 4 dagen later in het ziekenhuis vanwege haar verwondingen. Het was te ernstig. Ze raakte in een coma en het was gewoon niet meer te redden. En dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. 18 december 1992 overleed Suzanne. Gelukkig was ze nog wel een tijd lang aanspreekbaar. Heeft ze ook de namen van de moordenaars doorgegeven aan de politie. Ze wisten wel waar ze het zoeken moesten. Ze wisten ook precies van haar wat er met haar gebeurd was. Het was een ongelooflijk verhaal. Ja, de daders zijn er in ieder geval gloeiend bij. Maar wat is het ontzettend triest dat ze toch gewoon niet heeft gered. Ja, en dan wordt het huis van Jean Powell onderzocht en die hele groep wordt opgepakt. Ze zijn er gloeiend bij. Ze hadden niet eens moeite gedaan bewijsmateriaal weg te werken. Het haar van Suzanne Kepper, wat was afgeschoren, wat ze zelf dus weg moest gooien in de prullenbak, dat lag ook nog steeds daar, in die vuilnisbak. Het slachtoffer is nu gewoon te plaatsen in dat huis. En dit bevestigt dus ook een gedeelte van het verhaal van Suzanne, want zij had alles verteld. Ook de tanden die waren uitgetrokken, die werden gevonden. En ondanks dat de hele groep ontkent iets met de moord te maken te hebben, dit is forensisch bewijs, hè? En ze hebben natuurlijk gewoon de getuigenverklaring van het slachtoffer zelf. Dus de zaak was in principe zo klaar als een klontje. De 16-jarige Anthony Dodson is de eerste die breekt tijdens de verhoren. Ja, dat is dat jonge jochie van 16. En die biecht alles op. Die vertelt, ja, tot in elk detail wat er gebeurd is, wie wat gedaan heeft. Maar het is lastig, want iedereen wijst naar elkaar. Het is natuurlijk ook belangrijk in zo'n zaak wie heeft wat gedaan. Bernadette McNeely, Jean Powell, Glyn Powell en Anthony Dodson. Die worden veroordeeld, hè? Die worden schuldig bevonden aan de moord op Suzanne Kepper. Zij konden ook daadwerkelijk aangeklaagd worden voor de moord. Want zij waren gewoon echt de 4 personen die aanwezig waren toen zij in de brand werd gestoken. De 3 volwassenen, Bernadette, Jean en Glyn, kregen levenslang opgelegd met een minimumstraf van 25 jaar. Dit geldt niet voor de 16-jarige Anthony Dodson, omdat hij minderjarig was. Dus hij krijgt een iets mildere straf. Hij krijgt ook een levenslange straf opgelegd, maar dan met een minimum van 18 jaar. Dus hij zou dan in aanmerking kunnen komen voor een vervroegde vrijlating. Dan hebben we natuurlijk nog de andere 2. Clifford Pook en Jeffrey Lee, die moeten we ook niet vergeten. Want ja, hoe je het ook went of keert, ze waren misschien niet bij de moord. Maar ze waren op de hoogte van de gevangenschap van het meisje. Ze deelden daar aan mee. En ze hebben natuurlijk
Suzanne ook mishandeld. Clifford Pook heeft zelfs haar tanden eruit getrokken. De 27-jarige Jeffrey Lee kreeg de meest milde gevangenisstraf. Hij kreeg 6 jaar opgelegd. Ik denk dat het wel duidelijk was dat hij het minst betrokken was bij alles. En hij werd begin 1998 al vrijgelaten. Clifford Pook kreeg ook een straf. Hij zat 9 jaar en loopt vrij rond sinds 2001. En het meest bizarre is dat Bernadette McNeely vandaag de dag gewoon vrij rondloopt. Zij is letterlijk een van de ergste geweest in dit verhaal. En het feit dat zij eerder kon vrijkomen is mij betreft een groot raadsel. Maar zij kwam 8 jaar geleden vrij. In 2014. Omdat zij een modelgevangene was. Wegens goed gedrag mocht ze zelfs de gevangenis eerder verlaten dan de 25 jaar. Ze heeft 22 jaar gezeten. Supergek. Het is de vraag of deze vrouw echt is veranderd, hè? De gevangenis, personeel daar denkt van wel. Die dachten dat ze wel klaar was voor het terugkeren in de samenleving. Maar ik heb daar wel mijn twijfels bij. Ik las namelijk dat Bernadette er alweer een affaire op nahield met de gevangenisdirecteur. Zal ze niet gewoon het een en ander voor elkaar hebben gekregen? Maar goed, hoe wrang het ook is, ze leeft op dit punt een anoniem bestaan met een nieuwe identiteit en leeft haar leventje gewoon weer. Ja, volgens de rechter had ze haar berouw getoond, had ze haar straf uitgezeten en daarmee basta! Bernadette McNeely, die vreselijke heks, is gewoon vrij. Hoe eng is dat, dat je dit soort mensen gewoon tegen het lijf kan lopen? Het zou zomaar kunnen. Of ze nou berouw heeft getoond of niet, ze moet haar straf volledig uitzitten, of dat nou de 25 jaren was, of wat dan ook. Het is gek. Het voelt niet eerlijk. En dat is het ook gewoon totaal niet. Glyn Powell, de ex-vriend van Jean. Jean Powell zelf en Anthony Dudson. Die zitten gelukkig nog achter slot en grendel, maar ik vind het gewoon echt heel bizar dat Bernadette nog gewoon op dit moment vrij rondloopt. Hartstikke anoniem. Kan lekker de leventje blijven leiden. Zij kan door. Daar waar haar nabestaanden, ook al hebben ze niet echt goed op Suzanne gelet, hè, ben ik van mening. Zo'n 16-jarig meisje die zo aan haar lot wordt overgelaten. Zij zullen voor eeuwig moeten leven met het schuldgevoel dat ze er niet voor haar waren. Dat haar moeder haar weg heeft gestuurd terwijl ze onder de blauwe plekken zat. Ik las dat de zus van Suzanne, Michelle, ontzettend kwaad is geweest op haar eigen moeder. En toch lees ik interviews dat die moeder heel veel om Suzanne gaf. We weten natuurlijk niet het fijne ervan. Maar het zal ongetwijfeld heel diep zitten. Dit is iets waar zij hun hele leven mee zullen moeten leven. En wat een verschrikkelijk verhaal is dit. Echt. Ik verbaas me erover dat er zulke kwaadaardige mensen op deze wereld bestaan. Suzanne is door zo'n hel gegaan. En dat kan ik niet bevatten. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie van deze zaak vinden. Laat het mij natuurlijk weten onder in de reacties. Wil je alle details horen? Deze bespreken wij in onze podcast genaamd Moordkast. Dit doe ik samen met mijn broer. Gaan we nog net even wat dieper in op deze zaak. Dus ben je geïnteresseerd? Ga naar podimo.nl/moordkast en word lid. De eerste 3 maanden zijn gratis. Vergeet natuurlijk ook niet om op dit kanaal te abonneren. Klik erbij het belletje aan, dan krijg je altijd een notificatie zodra mijn video's online staan. En vergeet natuurlijk niet om op mij te stemmen voor de televisier. En ik ben met name uit op de online videoserie waar ik voor genomineerd ben. Want Misdaad en Make-up staat eronder. En dat vind ik fantastisch. Dus stem alsjeblieft via het linkje onder in de beschrijving op Misdaad en Make-up. En zorg ervoor dat wij worden genomineerd. Het zou toch wel moeten lukken om bij de laatste 5 terecht te komen. En dat kan alleen maar met jullie hulp. Dus doe je best. Stem, bevestig je stem per e-mail. En zorg ervoor dat ik erbij kom. Ik ga hier vanbij komen. Het is ook echt wel even nodig. Ik hoop jullie volgende week weer te zien om 4 uur met een nieuwe aflevering van Misdaad en Make-up. En maak er in ieder geval een hele mooie week van. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.